Slechts 3 punten achter de nummer 2, Roda JC. Een plaats dus die rechtstreeks promotie oplevert. En dat in de wetenschap dat het volgende week Willem 2 de koploper tegen Roda is. Genoeg dus om voor te strijden geldt ook voor Eindhoven, dat nog niet gewonnen heeft in 2024. En deels noodgedwongen, deels uit luxe, een aantal wijzigingen moet doorvoeren ten opzichte van het duel tegen NAC. Eugenia is weer wedstrijd fit, kan starten. Dorenbos is terug van een schorsing. En Prieske, na zijn 2 goals, een geweldige invalbeurt tegen NAC. Hij start in de basis. Het gaat allemaal ten koste van Sas van Simons. En noodgedwongen dus geen Joey Slegers bij FC Eindhoven. Hij kreeg van de week een tik op de training en is niet hersteld. Wedstrijd onder leiding van Clay Ruperti. En 2 wijzigingen in de basis bij Groningen. Daar is Joey Pelupessi terug van een hersenschudding en gebroken neus. Die neus staat weer recht en wordt beschermd door een masker. Hij ontbrak tegen Os. Ligt die hersenschudding op in de bekerwedstrijd tegen Fortuna. En we hoorden Dick Lukien al zeggen, Rente terug in de basis. Dat was een beetje de vraag, gaat dat dan ten koste van Blokzijl of op rechtsback van aanvoerder Bakuna? Het is dus Blokzijl geworden, dat betekent dat Rente in het centrum staat en Bakuna de rechtsback is. Pelupessi speelt op de plaats van Hoven.